Als je te veel wordt opgehemeld, dan moet je ook een keer vallen. Dat is zeg maar, ik heb een beetje opgeschreven thema's. Je gaf ook aan slaap maar. Kan ik zeggen dat slaap maar, hou van mij en ik weet de weg. Dat zeg maar een beetje zo'n soort thema is. Ik kreeg het gevoel uit die nummers dat je steun wilde zijn voor iemand die een moeilijke periode doorging. Nou, ik denk dat slaap maar is echt wel een letterlijk voorbeeld. Ik bedoel, mijn inmiddels vrouw die kon gewoon helemaal niet zo goed slapen. En op het moment dat zij dicht tegen mij aan lag en blijkbaar zij haar rust bij mij vond, kon ze ineens heel goed slapen. En dat is dan wel, komt misschien ook een beetje de mannetje in me naar boven. Zo van, kom maar hier schatje, ik zal je wel eens even goed in slaap brengen. Maar dat is wel iets, hè, je hebt als een man, tenminste in ieder geval in mijn geval, heb je toch iets beschermends over je gezin en over haar. Dus dat is echt wel een letterlijk voorbeeld. En ik weet de weg is dan niet, is niet precies voor haar geschreven of zo. Maar dat is gewoon iets wat in ontstaat. Oké, dus niet specifiek voor jou. Nee, niet specifiek. Hou van mij heeft zeker ook met Sophie te maken. Maar eigenlijk is dat nog meer voor een ex van heel vroeger. Die een relatie had met die zeiler van de Volvo Ocean Race. Die omgekomen is. En ik heb ooit een reading haar cadeau gedaan voor een televisieprogramma van Char. En eigenlijk is dat liedje een beetje daar ook uit ontstaan. Ik vond het gegeven dat de liefde niet ophoudt, hoeft niet op te houden wanneer je grote geliefde er niet meer is. Ja. En dan kan je nog steun uit putten, ook al ga je gewoon door met je leven en krijg je misschien een nieuwe geliefde. Daar gaat het wel een beetje over. Ja, dan een aantal nummers die gewoon echt liefdesliedjes zijn. En dan zat er een nummer op, misschien is dat een themanummer geweest, maar dan heb ik dat gemist. Goud. Ja. Dat is het enige nummer wat je geschreven hebt in de hij-zij-vorm. En dat is allemaal in de ik-vorm. Ja, dat is heel gek is dat ontstaan. Het is wel ook, hè, alles is uit liefde, de liefde voor sport. Ik ben zelf een enorme sportfanaat en heb daar een enorme koester, een enorme liefde. Alleen ik ben natuurlijk geen topsporter, dus vandaar dat ik niet in de ik-vorm ging schrijven. Maar ik vond het wel een mooi gegeven dat iemand helemaal ergens voor kan gaan. En dat het dus in een split second afgelopen kan zijn. Of winst kan zijn. Je kan struikelen, je kan met je snowboard vlak voor de finish de Amerikaanse vallen en terwijl je eigenlijk gewoon alleen maar over het streepje hoeft te gaan. Dat vond ik wel een mooi gegeven. En het is inderdaad gebruikt bij Studio Sport. Toen Nicolien Sauerbrei de 100ste gouden medaille won, is dit nummer gebruikt onder een overzicht van die 100 medailles, of een aantal uit die medailles. Had je dit nummer had je dus al... Maar dat lag er al klaar. En ik ken Dionne de Graaf goed. En die zei tegen mij van, heb je niet nog wat liggen? Want we hebben misschien nog wel iets nodig. Ik zeg, nou, ik kan het er licht opsturen. En toen hebben ze het uitgekozen. Oké, zo. Dus dat heeft daar... Maar het lag er al. Het lag er al wel. Nee, ja. Maar ik vind het wel, zeg maar... Als ik nou zeg, welk liedje is het meest de vreemde eend in de bijt? Dan is het die. Ja, niet alleen door thema, maar ook doordat het wat steviger is en op een andere manier. Hey! Dit is niet professioneel. Nee, dit is heel... Ja, dat is heel professioneel, want het was precies tussen twee vragen. Ik had iemand gevraagd om mij te bellen. Hoe lang heb ik nog? Een paar minuutjes, oké. Okay. Top. Dan knippen we toch? Nou ja. Deze keer. Laatste nummer van de plaat, Voor Altijd. Je zingt, wat als de stress me te veel wordt en ik niet meer kan. Heb je veel te maken met stress? Het is natuurlijk één zin uit het liedje. Ik heb soms natuurlijk wel stress. Maar het is meer dat je zegt heel vaak, en het is niet heel rationeel nagedacht, maar tenminste, dat doen wij wel eens van, hey schatje, als ik ziek word, dan blijf je toch wel bij me. Hey schatje, als ik weet je, het zijn meer de vragen die je zelf stelt. Hè? En dit nummer had ook wat als kunnen heten. En het staat wel op de laatste plaats van de plaat, omdat het het meeste naar Volumia van vroeger, vond ik, neigde. Er zit ook een beetje iets van afscheid in, maar hè, dus vandaar hebben we een beetje naar het einde. Maar ik vind het wel een mooi liedje en ik vind de thematiek ook wel mooi. En eigenlijk draait het er gewoon om. Weet je, het maakt niet uit wat je doet en het maakt niet uit wat je van me vindt als je maar bij me blijft. Hè? Ik bedoel, het is een beetje natuurlijk dichterlijke vrijheid, want je maakt wel degelijk uit wat iemand van je vindt natuurlijk. Maar het zijn vragen die je jezelf afstelt, of die je jezelf afvraagt. En... Nou, er zit ook nog een andere regel in, van wat als mijn passie me verveelt? Ja. Ben je daar ook bang voor? Of ben je bang dat je vrouw je daarom als zanger heeft... Nee, maar het is...
Het is meer dingen die je jezelf ook afvraagt. En kijk, wat als mijn passie me gaat vervelen ineens? Weet je wel, nou, het maakt hem niet uit als je maar altijd bij me blijft. Want dat is waar het om draait. He, dus als ik mijn carrière verlies of weet ik wat, maakt het me niet zoveel uit. Dus het is meer op jezelf, kun je dat soort vragen ook betrekken. Vaak ben je natuurlijk ook aan het op zoeken naar de rijm. En het was volgens mij was het ook de tweede zin, dus het rijmde wel lekker. Okay. Je noemde al je wat Volumia. Komt er nog een reunie ooit? Zeg nooit nooit, maar ik zie het niet heel snel gebeuren. Omdat ik gewoon zo'n andere koers ingeslagen ben. Ik kom twee van de jongens nog regelmatig tegen, omdat we vaak op hetzelfde podium staan. Want ze zitten bij de corona's en dat is echt te gek. En we hebben laatst ook nog een liedje samen gedaan van vroeger. Dus de saxofonist Harold en de toetsenist Axel, die zitten in die band. En af en toe heb ik nog wat contact over de Twitter, want daar zit ik natuurlijk ook op. En met de zangeres die in Turkije woont. Maar ik zat laatst wel te bedenken dat ik echt al een bepaald aantal jaren in het vak zit. En misschien moet ik daar eens een keer in een optreden wat mee doen. En misschien dat ik me dan zo kan voorstellen dat een paar mensen van hun nog een keer terugkomt op dat podium. Maar dat zou wel leuk zijn als je een soort van overzicht geeft van je hele carrière. En aan welk jaar denk je dan? Nou, dus ik bedoel, we zijn echt doorgebroken in 1997, eind 1997. Echt, 98 was de grote doorbraak, het hele jaar eigenlijk. En ja, dat is nu ongeveer 12,5 jaar geleden. Dus ik zit te denken, ja, misschien kun je wel een soort van leuke... En we waren daarvoor al wel heel lang een band. En ik ben mijn hele leven muziek aan het maken. Maar echt als bekend iemand, weet je wel, recordable artiest, recording artist, ja, dat is 12,5 jaar ongeveer. Dus dat gaan we, ik denk wel dat misschien, kan me zo voorstellen dat ik daar een eenmalig concert of zo omheen plan. En dat dan misschien wel Axel of zo, die is al een keer teruggekomen, maar bij een ander optreden. Maar misschien dat we dan nog één keer de stoute schoenen aantrekken. Maar dat weet ik niet hoor. Wanneer weet je dat wel? Nou ja, het schiet me nu ineens zo te binnen. Okay. Het ontstaat zeg maar nu hier, maar ik zie het niet op korte termijn gebeuren.